Club Brugge wil kost wat kost een Europees ticket halen, maar dan kan Blauw-Zwart zich geen nieuw puntenverlies permitteren. Club heeft momenteel 7 punten achterstand op Standaard, dat derde staat. Heel wat spelers zullen er zondagavond niet bij zijn. Op het middenveld ontbreekt Jonathan Blondel, maar het is vooral de verdediging waar moet gesleuteld worden. Philippe Clément en Olivier de Kok liepen een schorsing op. Burger Maartens kampt met een enkel blessure. Joost Valkare is twijfelachtig. En dat is ook nog altijd het geval voor doelman Stijn Steijnen. We zijn absoluut niet gehandicapt. Ik vind het altijd een gemakkelijk excuus. Als we zondag verliezen, dan verliezen we gewoon omdat GBA beter is. Winnen we omdat wij beter zijn. Maar om nu al te gaan beginnen van ja, we hebben een paar geblesseerden, we hebben een aantal geschorsten. Dat is veel te gemakkelijk en daar doe ik niet aan mee. Club kon dit seizoen nog maar 4 keer winnen op verplaatsing. Het heeft het vaak moeilijk om kansen te forceren en die in doelpunten om te zetten. Ik denk dat trainer Brijs sowieso al iemand is die houdt van defensieve organisatie. Vaak ook speelt met 5 achterin, af en toe is met 4 achterin. Maar altijd toch wel met een goede defensieve organisatie. Als je het GBA-publiek kent, dan weet je dat die spelers toch altijd onder druk staan om te gaan of om voluit te gaan voor die overwinning. In de heenronde leek de wedstrijd lange tijd op 0-0 uit te draaien. Club kon pas in de 92ste minuut scoren en won met 1-0. Nu wil de ploeg sneller het verschil maken. Wij zijn Club Brugge en als je naar Genk moet gaan of naar Standaard, dan kan je voor recht en reden spreken van oké, we hebben een moeilijke verplaatsing en we hebben alle respect voor GBA, want zij draaien een goed seizoen. Brijs is een prima trainer, maar dat wil niet zeggen dat wij als Club Brugge met schrik naar GBA moeten gaan, want dat is een omgekeerde wereld.